Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. In uitzending 791 luisteren we vandaag naar Jesaja 34 en 35. In de vorige uitzending hebben we twee hoofdstukken vol troost uit Jezaja gelezen over de regering van de Messias. Zijn leiderschap is vol rechtvaardigheid, integriteit en leven. Onder zijn regering wordt het slechte niet langer goed gepraat en blijven de armen niet met lege handen staan. Deze koning regeert niet ten koste van het volk, maar heeft het welzijn van zijn mensen op het oog. Mensen zullen de weg naar de Heer terugvinden en leven volgens zijn goede normen. Ook voor ons is dat nog toekomstmuziek. Wij leven in een land waar de Heere God vaak niet oprecht gediend wordt. Maar in ons eigen leven mogen we wel vrede en rust kennen. Te midden van onrecht en duisternis mogen we de vrede van God hebben, elke dag. Daarbij mogen we ook uitzien naar de tijd dat de Heer zichtbaar op aarde zal regeren, en de periode van herstel, waar Isaia vaak over spreekt, werkelijkheid wordt. Isaia 34 en 35 bevestigen Gods soevereiniteit over de volken. Het vertrouwen op de volken wordt beschaamd, terwijl de Heer nieuw leven zal schenken op de plaats waar leegte en dood hebben geheerst. Edom dient als voorbeeld, zodat het beschreven oordeel als model voor de andere volken mag worden beschouwd. Als tegenbeeld wordt ook stilgestaan bij de woestijn, die niet wordt veroordeeld, maar verandert in een tuin. Daar waar leven ontbrak, doet God nieuw leven ontstaan. Isaiah 34 en 35 bevatten geen aanwijzingen voor een datering en hebben een eschatologische strekking. De Heere zal de volken oordelen en Sion bevrijden. Die boodschap is ook van belang in de tijd van de dreigende Assyriërs. Jezaja 34, versen 1 tot en met 4 Kom naar voren, heidenvolken, om te luisteren. Sla er acht op, natiën. Laat de aarde luisteren en al wat zij bevat, de wereld en alles wat daarop uitspruit. Want de grote toorn van de Heere richt zich tegen alle heidenvolken, zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen. En overgegeven ter slachting. Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. De volken van de aarde worden opgeroepen om aandachtig te luisteren naar wat komt. Er zal een oordeel worden uitgesproken, dat is wel duidelijk. Iedereen moet komen en luisteren. Deze boodschap is van het grootste belang, want de Heere is toornig op de volken. De reden van de toorn wordt niet vermeld, maar met oog op het voorgaande kan worden aangenomen dat gebrek aan vertrouwen op de Heere de oorzaak is. De volken vertrouwen op hun legers, maar juist dat wekt de boosheid van de Heere op. Met hun legers hadden zij Juda willen vernietigen, maar die voornemens worden nu bestraft. Jezaja beschrijft het oordeel alsof het al heeft plaatsgevonden. Zo zeker is hij dat het zal gebeuren. In vers 3 wordt de schande van de vernietiging nog groter. Doordat de lijken niet worden begraven, maar onbedakt blijven liggen en vergaan. Het onbegraven laten liggen van lichamen wijst op een schande en is onwaardig. Voortdurend stijgt de stank van ontbinding omhoog. Zo eindigen zij die zich boven anderen verheffen. In het oordeel rekent de here niet alleen af met de volken, maar ook met hun goden. De starren vertegenwoordigden de afgoden van de volken rondom Israël. Zij zullen worden vernederd en zijn machteloos. Het oprollen van de hemelen als een boekrol is een unieke zagswijze in de Bijbel. Het oprollen van de boekrol markeert het einde van een lezing en daarmee de afsluiting van een handeling of een periode. Jezaja 34, vers 5: Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal neerdalen op Edom, op het volk dat ik geslagen heb met de ban, als een oordeel. Het zwaard van de Heer wordt scherp gemaakt. Zoals ik al zei in Isaiah 34 staat Edom model voor al de andere volken. Edom is bij uitstek geschikt om als model te dienen, omdat het van oudscher het tegenbeeld is van Israël. Zo kan worden gesteld dat er twee wegen zijn, die van Edom of die van Israël, de weg van weerstand tegen God of van gehoorzaamheid aan de Heer. Van het begin tot het einde van het Oude Testament blijkt Edom of Ezo het tegenbeeld van Israël of Jacob. In de vroege geschiedenis van het volk bleek dit door de weigering van Edom om Israël door het land te laten trekken. Later wordt de antipathie des te meer door de hulp die Edom geeft aan de Babyloniërs bij de verwoesting van Jeruzalem. Jezaja 34, vers 6. Het zwaard van de Heere zit vol bloed. Het is verzadigd van vet, van het bloed van lammeren en bokken, van het niervet van rammen. Want de Heere richt een offer aan in Bozra, een grote slachting in het land Edom. Het zwaard vertoont duidelijk de tekenen van de slachting. Bloed en vet zijn verwijzingen naar de offerdieren die werden geslacht om de zonde te verzoenen, zonde vereist een offer en heeft de dood tot gevolg. Als het niet de dood van een offerdier is, dan is het de dood van de zondaar. De verwijzing naar offerdieren is hier symbolisch. Het offer dat wordt gebracht zijn de inwoners van Edom. Zij zijn voor de Here, zoals het bloed en vet van de offerdieren, alleen voor hem waren bestemd. Jesaja 34 versen 7 en 8. Met hen zullen de wilde ossen neervallen en de jonge stieren met de sterke stieren. Hun land zal doordrenkt zijn met bloed en hun stoffige grond verzadigd van vet. Wat het zal zijn de dag van de wraak van de Heer, het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion. Edom kan het oordeel niet ontlopen. Opnieuw wordt de omvang van de slachting benadrukt. Het land zal doordrenkt worden met het bloed en de aarde zal glimmen van vet. Hoe walgelijk dit beeld ook mogen zijn, het gaat om een rechtvaardig oordeel. Het is de dag van wraak van de Heer, die het gevolg is van het onrecht dat Israël werd aangedaan. Er zal altijd een dag, een jaar of een periode zijn waarop de Heer gaat ingrijpen. Bij zijn wraak moet niet aan een ongecontroleerde emotionele afrekening worden gedacht, maar aan het herstellen van het recht dat werd veracht. Jezaja 34, versen 9 tot en met 11: Zijn beken zullen veranderd worden in pek en zijn stof in zwavel. Ja, zijn land zal worden tot brandend pek. Snachts en ook overdag zal het niet geblust worden. Voor eeuwig zal zijn rook opstijgen. Van generatie op generatie zal het verwoest blijven. Tot in alle eeuwigheden zal niemand er doorheen trekken. Kou en nachtuil zullen het in bezit nemen. Ransuil en raaf zullen daar wonen. Hij zal er het meetlint van de woestheid over uitspannen en het pasloot van de leegte. Het taalgebruik doet denken aan de geschiedenis van Sodom en Gomorra. Het oordeel is net als toen definitief en volledig. De vijand van Israël wordt volledig verwoest. De verlatenheid van het gebied wordt onderstreept doordat het een woonplaats wordt van allerlei dieren. Het land is volkomen ongeschikt voor iedere vorm van menselijk leven. Jezaja 34, versen 12 tot en met 16. Zijn edelen, maar zij zijn er niet, zal men tot het koningschap roepen. Met al zijn vorsten is het gedaan. In zijn paleizen zullen dorens opschieten, netels en distels in zijn vestingen. Het zal een woonplaats voor jakhalzen zijn. Een rustplaats voor struisvogels. Wilde woestijndieren zullen daar hyenas tegenkomen. De bok zal naar zijn metgezel roepen. Ja, daar zal het nachtelijk ongedierte tot rust komen en voor zichzelf een rustplaats vinden. Daar zal de pijlslang nestelen, eieren leggen, uitbroeden en haar jongen koesteren in haar schaduw. Ja, daar verzamelen zich de wouwen, de ene bij de andere. Zoek het na in het boek van de Heer en lees. Niet één van hen zal er ontbreken. Zij zullen elkaar niet missen want mijn mond heeft het zelf geboden en zijn geest zelf zal hen bijeenbrengen. Het land is verlaten, edelen en vorsten zijn er niet meer en er kan ook niemand tot koning worden uitgeroepen. In aansluiting daarop wordt duidelijk gemaakt dat de paleizen en burgten overwoekerd worden door onkruid en bewoond door wilde dieren. De boodschap van Jezaja mag dan ongelooflijk klinken, daarom wordt benadrukt dat het zal worden zoals is beschreven. De nadruk ligt daarbij niet op de gesproken boodschap, maar op het geschreven woord. Het boek dat wordt genoemd is niet te identificeren. Mogelijk verwijst het naar een andere passage of naar een hemelsboek. Ook is het mogelijk dat deze verzen een aansporing vormen voor latere lezers en dat zij uitgenodigd worden de gebeurtenissen met de tekst uit Jesaja te vergelijken. Jesaja 34, vers 17. Want hij, hij heeft voor hen het lot geworpen. Zijn hand heeft hun het land toebedeeld met het meedelend. Tot een eeuwigheid zullen zij het bezitten. Van generatie op generatie zullen zij er wonen. Zoals het beloofde land eens door het lot onder de verschillende stammen werd verdeeld, wordt Edom aan de wilde dieren toebedeeld. Eens zal de Heer recht spreken en de volken, hier gesymboliseerd door Edom, straffen, omdat ze zijn volk Israël kwaad hebben aangedaan en zich het beloofde land hebben toegeëigend. Voor Judah klinkt er hoop in deze woorden. Terwijl de verwoesting van de volken volledig en definitief zal zijn, wijst het volgende hoofdstuk. Jezaja 35 op Gods genade. Jezaja 35 vers 1. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. In Jezaja 35 beschrijft de profeet: met het grootst mogelijke verschil, dat de woeste en verlaten plaatsen zullen bloeien als bloemen. De woestijn wordt niet nader gespecificeerd en het is onmogelijk te achterhalen welke plaats is bedoeld. Misschien is dat juist de intentie zodat deze woorden gaan over ieder gebied dat als gevolg van oorlogsgeweld tot een woestenij is geworden. Isaiah 35, vers 2. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heer. De glorie van onze God. De woestijn is niet meer te herkennen, want de heerlijkheid van de Libanon, de Karmel en Saron worden er gevonden. De Libanon was beroemd vanwege de enorme ceders en de rijke vegetatie. Ook de karmel en saron staan symbolisch voor overvloed. Deze overvloed wordt herkend als glorie en heerlijkheid van de Heer. Ook Paulus verwijst in Romeinen 8, vers 22 naar dat grote moment. Dan zal heel Gods schepping zich verheugen. Jezaja 35, versen 3 en 4. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God. De vraag zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Jezaja roept op tot actie. De slappe handen en knikkende knieën vormen een beeld van zwakte, hulpeloosheid en angst. De angst mag plaatsmaken voor moed, op basis van de beloften van de Heer. De handen die werkeloos langs het lichaam hingen, moeten weer worden gebruikt. De knieën die knikten van angst, moeten weer kracht ontvangen om te volharden. Waarschijnlijk waren de handen en de knieën slap geworden omdat Juda het vertrouwen op Gods ingrijpen was kwijtgeraakt. De beloften van verlossing waren nog niet in vervulling gegaan. Daarom klinkt het voor ieder die ontmoedigd is geraakt, wees sterk, wees niet bevreesd. Aansluitend klinkt de bevestiging dat de Heer zeker zal komen om te vergelden en te redden, want vergelding voor de vijanden betekent verlossing voor Juda. Isaiah 35 versen 5 tot en met 7 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. De komende verlossing wordt in twee beelden gevat. Enerzijds wordt er van lichamelijke genezing gesproken, anderzijds van water en nieuw leven op dorre plaatsen. Blinden zullen zien, doven zullen horen. Een belofte die doet denken aan de negatieve opdracht die Isaiah had gekregen. En ook aan de woorden van oordeel en verlossing. In Isaiah 35 wordt vooral aan een geestelijk herstel gedacht, niet alleen aan lichamelijke genezing. De geweldige verandering door de verlossing wordt verder omschreven met de beelden dat de verlamde zal opspringen als een hert en dat wie niet kon praten zal jubelen en zingen. Er zal leven zijn op plaatsen waar de levenskracht eerder ontbrak. Wat doods was, wordt optimaal gebruikt. Hetzelfde geldt voor de dorre woestijn. Daar waar nauwelijks leven kon zijn, zal het water nieuw leven brengen. De woestijn zal veranderen in een vruchtbaar gebied met gras en riet. Door het werk van de Heer wordt wat onvruchtbaar is tot leven gewekt. Jezaja 35, vers 8. Daar zal zijn een Affenbaan, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat. Zelfs dwazen zullen niet dwalen. Er zal een gebaande weg zijn voor de verlosten en heiligen. Dat is geen smal pad dat met moeite kan worden gevonden, maar een brede, goed begaanbare weg die de heiligen in veiligheid door de woestijn leidt. Op andere plaatsen in Jesaja wordt de gebaande weg in verband gebracht met de terugkeer uit de ballingschap. Zij die onrein of een slecht hart hebben, worden op deze weg niet gevonden. Alleen zij die verlost zijn en gericht op de Heer. Jesaja 35, versen 9 en 10. Daar zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden. Maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heer zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Terwijl Edom het terrein van wilde dieren wordt, blijft de heilige weg door de woestijn vrij van gevaarlijke dieren. Juist in het waterrijke en vruchtbare gebied zouden de leeuwen en verscheurende dieren op zoek zijn naar prooi, maar ze worden er niet gevonden. Op deze beschermde weg wandelen de verlosten. Het woord verlosten wijst op de persoonlijke relatie die zij hebben met de Heer. Hij is hun losser. Zoals een losser het op zou nemen voor een familielid, zo neemt de Heer het op voor zijn volk. Maar de verlossing is niet alleen gerelateerd aan de vijanden, het is ook een geestelijke verlossing. De Heere handelt als loster niet verplicht, maar vrijwillig. Hij heeft zijn volk vrijgekocht. Zij zullen vol vreugde in Sion terugkeren. De vreugde is eeuwig en vervangt het verdriet en gezucht. Sion wordt een veilige woonplaats en geen inwoner zal meer zeggen dat hij ziek is, want het volk dat daar woont heeft vergeving ontvangen. Als Johannes de Doper met grote levensvragen in de gevangenis zit, verwijst de Heere Jezus in zijn reactie naar blinden die ziende worden, doven die gaan horen en verlamden die gaan lopen. Zijn lijden, sterven en opstanding biedt de basis voor de verlossing en het vrijgekocht worden van de zonden, zonder dat wij het hebben verdiend. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan. Als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be. Voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.